Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Hey, serieus? Ja, ik had je gewacht. Je gaat nu zelf heel ver gegaan. Ja. Deze gewoon tijd. Welkom Warriors, welkom weer bij een nieuwe aflevering van met Remy en Marinho op de bank. En je weet het, ik kan dit programma niet meer doen zonder de superpopulaire Marinho. Nog even en we zien allemaal action figures, spandoeken. Ja, poppetjes. We want Marinho. Rustig maar. Alles goed? Ja, we mogen niet klagen. Nee, hè? Nee. Want er is veel te bespreken. Ja, veel te bespreken. We krijgen veel, hoe zeg je dat? Tipjes. Veel loves, veel tips, veel dingen wat mensen graag naar buiten willen brengen. Ja. En daar zijn wij ontzettend blij om. Blij mee dat ze ons die tips geven. En af en toe ook corrigeren gewoon. Ja, ik ook prima hoor. Ja, vaak corrigeren. Nee, jou vaak. Ja, mensen... Nee, mij niet zo vaak. Jou niet. Wij niet zo vaak. Ja, niet zo vaak. Dus corrigeren je ook. Ja, je knipt die torens eruit. Maar je knipt ze allemaal eruit waar ze allemaal aan het lullen zijn. Huh? Ja. Ja, maar het is leuk, man. Het is leuk hoe ze reageren. Heel leuk, heel leuk. En ze kijken er naar uit, elke keer weer. En daar ben ik blij om. Dus dan doen we toch iets goeds. Ja. Toch? Ja, sowieso. Maar... Zullen we meteen naar de comments gaan? Meteen comments gewoon, pats, boom. Meteen. Ja, eigenlijk standaard, hè. Gewoon direct standaard naar de comments. Gewoon direct comments. Laat me horen wat ze te vertellen. Kijk wat ze... We gaan nu gewoon afspreken, we doen er 5. Ja, want... 5 comments die we uitpikken. Ja. Want kijk, als we alle comments, de ene keer 7, de andere keer 8. Hey, is het gek met editen. En die comments worden lang ook niet, man. Ja, man, het hele verhalen. Ja, die comments worden lang. We pakken er 5 leuke eruit en klaar. Oké, ja. En het kan zijn dat we soms een leuke missen, dat kan. Kan ook. Maar ja, 2 leuke. Even kijken. Deze, ik vind het jammer dat sommige glory events in kleine zalen worden gehouden. Waarbij de catwalk maar 3 meter is. En ik mis de K1 mooie blauwe canvas. Mr. K1 ook. Hoe heet die? Noreddin, de game. Ja, maar kijk. Die kleine events. Ja, het is ook gaar als je een grote zaal hebt. Waar misschien 10.000 man in passen. En dan zitten er maar 2.000. Ja. Dat is lelijk. Ja, maar kijk. Ik begrijp wel wat hij zegt. Want die tops voor Rotterdam. Ja. Dat hadden ze goed klein gedaan. Waardoor hij vol leek. Ja. Maar heeft ze een kleine catwalk, die mannen kwamen gewoon vanuit, gewoon op de grond, gewoon. Serieus? Geen catwalk, niks, gewoon. Gewoon UC-stijl? Ja, maar je moest gewoon kijken van, je hebt toch al die hoofden voor, je ziet gewoon hoofden naar die... Ze zijn die fighter gewoon niet. Ja, die fighter gewoon niet. Kijk, want ik vind het wel grappig hoe je UFC doet, maar ik vind het toch leuker hoe het bij kickboksen gaat, een echte catwalk. Ja, gewoon verhoging, dat je echt ziet wie er aankomt, ja. Weet je. Ja. Kijk, oké, UFC, kijk wat wel leuk is bij UFC, het is best wel, ze doen best wel een route. Ja. Weet je, het is wel... een lange aanloop. Ja, een lange aanloop. Lang stuk wat je moet lopen. Ja. En dat is cool, weet je. Daar word je nog vaseline. Ja. Dus het duurt nog een tijdje. Ja. Weet je, maar die... En hier, je rolt uit je kleedkamer, hoe stond je in de ring? Ja, maar vooral bij die topsportcentrum. Ja, was hij zo klein? Ja, als je dat quasi hoed op had, kon je hem herkennen van oké, hij loopt daar. Dat is lelijk. Ja. Dus, lelijk. Nee, maar ik vind, ik heb... Kijk, zelf bij WFL. Ja. Die catwalk toen veruit boven, ja, toch? Ja. Dat is gewoon mooi, man. Ze zouden iets meer aan entertainment moeten doen. Ja. Kijk, want ze hebben geen ballonnen, ze hebben geen danseressen. Nee, ja. Ze hebben hier en daar een lasertje. Een laser ook. Gewoon. Gewoon zo'n laserpen. Een laserpen, ja. En een beetje, je weet toch, maar in de kerk hebben ze toch dat ding met de rug. Dat deed hij. Ja. Je zit gewoon die christelijke mensen tussen. Nee. Hij is die christelijke mensen. Dan ga je comments geven. Ja. Die christelijke mensen tussen. Gewoon die pastoors en zo. Nee. Dominee. Laten we niet over geloof gaan en zo. Nee, laten we daar niet over praten. Nee. Breek me de bek niet open. Nee, zo. Die gasten. Oké, maar ja, inderdaad. Ja, nee, maar ja, ik weet, er kan wel wat meer aan entertainment gedaan worden, ja, man. Ja, helemaal. Vind ik wel. En ook met die waar we het laatst over hadden, toch? Met die, hoe heet het? Die persconferentie die ging en zo, weet je. Ja. Moet gewoon meer entertainen. Ja, dus, zeker. Next stop. Oké, next stop. Weer echt een leuke show, bedankt. Die even tussendoor.
Remy en Marino, wat vinden jullie ervan dat Luis Tavares opeens toegevoegd is aan de Glory 86 kaart? Hij vecht op licht heavyweight tegen een onbekende Iraanse jongen. Denken jullie dat Tavares gewoon bang was voor de heavyweight tournament? Hoe kan je binnen één maand van 115 kilo afvallen naar 95? Light heavyweight. En tussendoor is hij zogenaamd ziek geworden. 2 dagen voor de partij. Is lastig. Is een hele goede vraag eigenlijk. Zeg ik eigenlijk wie was dat? Is Rashid Jansen. Rashid Jansen hebben we vaak genoeg gehad. Want ik vroeg me altijd af. Rashid Jansen. Is hij dan Marokkaans of is hij Nederlands? Dat vroeg ik me altijd af. Maar goed, daarom onthoud ik die naam. Nee, maar Jansen kan ook gewoon Surinaam zijn. Kan ook, maar er zijn bijna Surinaamse Rashid. Nee, maar ook veel Rashid, man. Rashid? Ik heb nog nooit een Rashid in Suriname gehoord. Nee? Nog nooit. Of een Ahmed. Nog nooit. Nee, maar die Jansen... Nog nooit. Die Jansen... Maar maakt niet, maar zijn vraag was wel goed. Ja, nee. Oh ja, terug te komen op zijn vraag. Ja. Dat is hartstikke goed. Ja. Want, en weet je hoe dat ook komt? Nou? Kijk. Misschien, ik weet je, straks kunnen we het daarover hebben, maar als jij niet duidelijk bent... Gaan mensen speculeren. Gaan speculeren. En dan gaan dingen hun eigen... leven route, leiden. Ja. Ja. Dat soort dingen gaan hun eigen route bepalen. Sowieso. En mensen gaan erover speculeren en op een gegeven moment... Weet je, als je tegen iemand zegt van, hey, ik heb iemand een deal gegeven, als het rondgaat, heb je hem vermoord. Ja, zo gaat die tori. Ja. Vroeger had je toch op school, in de kring, dan moest je iets in iemand fluisteren. En dan ging dat rond. En je begint hier een kat en uiteindelijk komt er een hond uit. Ja. Dus je moet duidelijk wezen. En hij is niet duidelijk, want nog steeds is hij best wel onduidelijk over zijn situatie. Ja, wat is er nou gebeurd? Ja. Maar niet alleen hij, Glory ook, vind ik. Ja. Ja, maar ze zouden iets specifieker kunnen weten. Ja, sowieso. Je kan niet... een aantal trouwens hoor, maar daar komen we later op. Ja, maar je kan niet... Maar je kan niet... heavyweight, tournament ga je vechten. Ja. Bombari. Ik ga het toernooi sowieso winnen. Ja, blablabla. Terug. 2 dagen daarvoor. Ziek, ja. zwak, misselijk, onbekend. Daarna terug. Ja, maar light heavyweight. Ja. Ach ja, maar ja, dat krijgen we van Ja, en die onduidelijkheid blijft zo op deze manier. Daar zou hij er wat aan moeten doen. Nureddin The Game. Yo, Remy en Marino, ik vind dat ONE FC een partnership moet aangaan met Glory. Dat noemen ze net maar Glory ONE Championships. Ja, ik sta achter hem. Alleen, ik kan je nu al zeggen, dat gaat niet gebeuren. Nee, en dan elk jaar een toernooi. Ik heb ook het gevoel, maar misschien heb ik het al eerder gezegd, dat ONE FC... Ik heb het gevoel dat ze Glory niet eens zien als concurrent. Nee? Die Chatri, de Dana White van ONE FC, weet je. Hij heeft het eigenlijk nooit over Glory. Hij heeft het alleen maar over UFC. Maar hij weet toch wanneer je een... Ja, een hij wil zich niet comparen met, Glory. Hij vindt misschien Glory te klein. Als je ook wel... Ja, ze zijn wel gigantisch hoor. Ze zijn wel gigantisch. Kan niks anders zeggen. En hij deelt die bonussen uit alsof het niks is. Wie won? Ja, die Chatri. Ja, maar oké. Okay, als je de eerste ronde hebt gewonnen, krijg je meteen een 50.000 bonus. Nou weet ik niet of hun echte doekoe misschien een 20.000 is. Ja. Begrijp je? Ja. Misschien krijg je op je contract, als je win of verlies, krijg je 20.000. Ja. Maar omdat je goed hebt gevochten, krijg je 50 bovenop. Dan is die 20 eigenlijk gewoon smarter. Hij is gewoon smarter. Oh, ja. Het is gewoon change. Ja. Is slimmer. Ja. Want ze beginnen meteen te roepen en te schreeuwen. Ja, je krijgt 50.000 als bonus. Dan denk je, wauw, 50.000 bonus. Is heerlijk, die 50.000 bonus. Ja. Maar wat is je echte doekoe? Ja. Is je echte doekoe 2 ton? Want als je die bonus niet krijgt... Wat hou je dan over? Ja, wat hou je dan over? Ja. Dat vraag ik me af. Kijk, als dat maar een 10.000 of 20.000 is en dan heb je zulke topvechters. Ja. Ja, dan is het niks. Maar betalen ze echt goed? We zouden iemand moeten kunnen spreken erover. Ja, want kijk, weet je, het idee. Bijvoorbeeld zo'n eerste, hun zullen goed betaald krijgen. Maar dat zijn die kampioenen. Ja. De bovenlaag. Ja. Weet je, misschien krijgt de bovenlaag veel en de onderlaag... Maar dat is vaak altijd zo. Ja, dus dat sowieso. De top 5 wordt echt goed betaald. Ja. En de rest wat eronder zit, die krijgt wat kleingeld. Ja.
Die krijgt wat klein. Ja, ik weet eens, ik kan het. Ik kan je gewoon eerlijk erin zijn. De eerste keer dat ik bij K1 vocht, ja. Weet je hoeveel ik kreeg? Nee. $5,000. Ja? $5,000. Ja. Dat is niks. Dat is niks. Helemaal, ja. Weet je, je hebt één keer huur betaald en het is en je koopt. En je moet weer gaan trainen. Ja, je moet weer gaan trainen. En that's it. Je moet weer levensstand van kamer. Begrijp je? Ja. Maar ja. Dat is dat ding. Dus als je niet goed betaald wordt, ja, dan ja, is gewoon niet cool. Ja. Ach ja. De weg is lang, toch? Hij is lang, lang en hobbelig. Ja. En dan zou iedereen bij OneFC, ja, weet je? Ja. Dus, ja, nee, maar dat klopt. Oké. Mohamed Gul. Tariq gaat Abena sowieso aanpakken. Wat denk je? Wacht al te lang hierop. En is hongerig na de laatste keer tegen Sergey. Maslobojev, ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk wel dat hij hongerig is, Tariq. Ja, ik denk het ook. Hij heeft zoveel zitten schelden toen hij leeg liep. Hij ging los, hè? Hij ging los. Tariq, dus ik ben hij gaat echt vaak los, hè? Ja. Ik vecht niet meer. Hij schreeuwt dat ik vecht niet meer. Ik wil niet meer. Ja, dat is slecht, hoor. Ja. Ja, jongen. Ik ga Robby slaan. Ja. Ja. Hij gaat helemaal los. Hij gaat los, ja. Gewoon ongecensureerd. Ja. Hij is niet een van die... Die voetballers toch, als die voetballers, dan zit er altijd zo'n manager in de naast, weet je, zo, hey, zo van rustig praten. Nee, ik ben gewoon... En ik hou van dingers toch, hoe heet je ook alweer? Wie wil, nee, weet je? Mike Polano. Ja, Tariq is emotioneel. Ja. Hij is emotionele jongen. Zo gaat hij dekken. Ja, laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Wat, UFC. Ja, hey, Jairzinho. Rozenstruik. Ja. Nou, ik stond ervoor, maar zo spannend was het. Je wil lachen. Nee, ik lach hem niet. Nee, ik zie het aan je ogen. Nee. Jij wilt dat ik iets zeg. Jij bent Dottie. Hij heeft van die... Je ziet dat zijn pret-ogen. Hij heeft van die pret-ogen en wil hij lachen. Hij begon... Jairzinho. Dan gaat hij zo doen, Jairzinho. En dan wil hij eigenlijk... Nee. Hij is onze kondere man. Hij is onze sowieso. We steunen door dik en dun. Surinamer is hij. Surinamer, sowieso. Ja. Maar nee, man. Kijk, zie jij weer die pret-ogen. Nee, ik zeg gewoon... Dat was maar, hem niet, wat vond je van die wedstrijd? Ja, best niks. Ik vond het niks, ten eerste, maar het tweede, ja, zijn grondwerk, ja. Is gewoon knudden. Ja, is gewoon knudden, ja. Dat kunnen we gewoon eerlijk zeggen, weet je. Zijn grondwerk is gewoon niet goed genoeg op dat niveau. Die Almeida, tegen Almeida, ja. Almeida, die is gewoon, hij danst de hele dag op de grond. Hij rolt de hele dag op de grond. Vanaf die jong is. Ja. Hij klaart iedereen, want volgens mij staat hij 9-0 of zo. Oh, dat wist ik niet eens. Nee, die Almeida is geen koekenbakker. Ja. Die ze ergens in de favelas hebben gevonden uit van Brazilië. Ja, dit is een echte vechter. Ja? Een echte. Ja. En die Brazilianen? Hij kruipt op je als plakband. Als, weet je, en hij blijft aan je kleven. Ja, hij laat je gewoon smitten. Ja. Ja, hij is toch weer. Ja, hij is weer, man. Ja, maar hij moet gewoon... Maar weet je wat het is? Kijk. Kijk, eigenlijk. Weet je, hij was klem, toch? Ja. Eigenlijk moet je gewoon duidelijk aftikken zo, toch? Ja. Ja, maar hij dacht, niemand moet zien, toch? Hij pakt het bij deze gewoon. Gewoon die voorzichtige. Tik. Gewoon, weet je, tik. Eigenlijk moet je gewoon... Hij zat ook daar en hij schudde nee zo van, wat is er nou gebeurd? Ja, maar ik weet niet. Hij is wel een paar keer in die situatie terechtgekomen, toch? Maar... Ja, is net wat je zegt, weet je. Almeida, ja, weet je. Als je bij die is gewoon een specialist. Ja, als je gewoon op de grond, ja. Hij moet sprawl, die sprawlen. Weet je, die takedown defense moet hij gewoon trainen. Maar tegen zo'n jongen, die zo specialistisch is, is hij bijna niet tegen te trainen. Is hij wel tegen te trainen? Nou, kijk. Niet op die manier van, hij sloeg ze allemaal knock-out staande. Ja. Maar ja. Het is gewoon een slimme tactiek geweest van Almeida. Gewoon naar de grond. Ja.
Ja. Ah, maar dan dacht ik, ja, ik ga ook niet op je afrennen en jij op mij, weet je, en dan gaan we staan in de lucht koffers slaan. Nee. Maar dat zeggen we ook altijd, ook met kickboksen toch? Ja. Je moet ook die slagenwisseling zomaar aangaan. Slagenwisseling moet je aangaan, dat is 50-50 kans dat je meegaat. Weet je, en sommigen zijn het gewend, die slagenwisseling. Wat zou hij nu moeten doen, Rozenstruik, om weer in zijn flow te komen naar boven? Want op deze manier... Ik zeg het niet graag, ik wil geen boze ogen op hem afroepen, maar op deze manier komt die exit gewoon heel dichtbij. Ja, ja, kijk zo. En dat zou echt zonde zijn, ja, man. Nee, maar kijk, sowieso komt het dichtbij, ja, weet je, want kijk. Ze houden niet van verliespartijen. Nee, en weet je wat het is? Dana White is net als je vorige keer zei, toch? Hij is snel met wisselen. Ja. Hij wist het snel. Hij is gewoon gangster. Ja, je moet leven. En wat weet je het is? Niet lullig bedoeld. Maar er staat een lange rij te wachten. Ja. Ze kunnen over de hele wereld uit Dagestan, ja. Rusland, ja. Europa, Azië. Ze kunnen zoveel jongens tekenen die nu willen. Is wat we vorige keer ook zeiden. Usman zei, hey, er zijn genoeg Nagano's. Ja. Er zijn genoeg Nagano's. Dat bedoel ik dus je er is geen ruimte voor fouten. Maar kijk, en weet je wat het ook is? Niet om wat, hè? Kijk, we moeten wel gewoon eerlijk zijn, toch? Hij heeft ook niet veel spectaculaire gevechten. Nee, klopt. Kijk, Hij begon heel goed. Hij staat op die hype train. Won iedereen knockout. Eerste rondes. Ja. En weet ik veel wat. Kijk, maar wat hem... Hij zou eigenlijk, wat hij zou moeten doen... En dat is... Het moet soms ook wel in je zitten. Ja. Hij moet ook een... Ja, soms wil je de mensen... Even heen en weer schudden en zeggen, praat. Ja, het moet. Praat. Het is entertainment. Ze zeggen allemaal, ja, het is entertainment. Het is entertainment. Weet je, maar ze entertainen niet. Nee. Dus op het moment dat je daar alleen maar kan knokken bij een knokker, bij een vechter. Ja. Maar tegenwoordig is het niet alleen maar vechten. Ja. Je moet meer doen dan alleen maar vechten. Ja. Je moet entertainen, je moet af en toe je bek open trekken, je moet af en toe dit en dat. En dat heeft je niet. Nee. En je moet zelf ook een beetje die hype hebben dat je wel moet gaan en moet vechten. Ja. Soms lijkt het... Dat heb je soms ook, misschien ook bij Glory en bij sommigen is het gewoon te zakelijk. Van, ja, ik ga weer vechten. Ja, dat is een beetje een moetje. Ja. Alsof ze moeten. Ja. Weet je, maar ze moeten er ook, je moet het gevoel hebben dat ze plezier erin hebben. Ja. En als ik, ja. Maar die Brazilianen is zo, al die Brazilianen, man. Dat is fucking goed. Ja, maar dit is, maar dat heb je, kijk. K1 waren al die Nederlanders waren goed. Ja, ik denk dat die Brazilianen nu echt gaan opkomen. Die Brazilianen, die gasten uit Dagestan en weet ik veel waar, weet je waar we Khabib vandaan komt, weet je uit die hoek. Die hoek, fucking goed. Die gasten die doen ook, kijk, weet je eens, die Amerikanen op school krijgen worstelen. Ja. Net als hoe wij voetballen hier, zij krijgen worstelen. Ja. Worstelen op school. Die Brazilianen, Faletudo, is eigenlijk een beetje soortgelijke als, weet je, MMA. Ja, weet je, grappelen doen ze, grappling, jiu-jitsu, Faletudo, weet je. Dat zijn allemaal van die disciplines die dichtbij MMA zitten. Ja. Begrijp je? Ja. En ze kunnen ook nog kickboksen. Ja. Dus het is, en daar omarmen ze de vechtsport. Ja. Weet je, in tegenstelling tot sommige andere landen. En je ziet gewoon dat ze daar gewoon heel goed in zijn. Ja. Die gasten in Dagestan en weet ik veel waar ze vandaan komen. Mm. Ja, die trainen met beren en dat soort dingen. Ja. Ja. Weet je, wat zet je daar tegenover als je vanuit Nederland komt? Ja, nee, ik kan wel goed voetballen. Ja, nee. weet je? Ja. Van jongs af aan worden in sommige landen worden ze al op een bepaalde manier getraind. Ja. Laten we even doorgaan. Toen was je bij, we waren bij Zuidas Business Boxing. Hé! Hey. Dat was wel fatu, toch? Ja, man. Dat was echt een fatu. Kijk, wij zijn vaker naar verschillende dingen geweest. Ja. Ook we waren een keer naar Groningen, toch? Met die studenten, ja, puinhoop. Puinhoop, gingen helemaal los. Ja. Weet je? Maar deze, ik heb ook veel van ze gesproken die zelf moesten vechten. Namen het echt serieus. Ja. Sommige van die dames dacht ik van, ze kunnen echt uitdelen en ontvangen. Ja. Dus ik vond het echt... Want het niveau was aardig ook. Ja. Er zaten er een paar tussen die echt konden boksen. Ja.
Voor die 3-4 maanden dat ze getraind hebben. Kijk, tuurlijk, ik denk ook dat ze... Ja, je moet het wel in vergelijking... Ja, sommigen hadden misschien al ervaring, een jaar. En daarna zijn ze extra gaan voorbereiden, die 4 maanden. Maar sommigen konden echt goed boksen, man. Ja. Althans, als beginner, weet je. En hij werd echt gespend, wat ik daar zag. Die flessen heen en weer. Flessen heen en weer, Moët, rijtje. Dus wat dat betreft, Menno Dijkstra, de organisator. Ja, het was leuk. Het was heel leuk. Die VIP. Ja. Die VIP voor was ook gezellig. Ja. Maar een vindende achtergrond werd steeds saaier, man. Hoe bedoel je? Die was niet zo gezellig. Want mensen waren een beetje te midden, een beetje rustig. Ja. En terwijl weer boven... Oh, bij die stoelen bedoel je? En terwijl boven bij die balkon en zo. Ja, was weer gezellig. Oh, dus het was echt voor... Dus dat eigenlijk het achterste stukje VIP was een beetje droog, man. Mm. Voor was echt gezellig. Los, ook met mensen dansen. Boven gingen ze ook echt juichen, schreeuwen en zo. Ja, daar was een beetje timide zo. Maar het was een leuk event. Maar heel mooi, leuk georganiseerd. Het is de derde keer dat ik het nu doe, weet je, als co-presentator. Samen met Jeroen Post. Maar het is altijd leuk, altijd gezellig. Ja, zakenmensen die de ring ingaan en hun ding doen. Ik had het niet verwacht. Nee. Ik had meer zo'n... ik had een beetje verwacht als het zo'n beetje... kijk, dat van Manu was ook best wel gezellig, die influencers, die gingen vechten, zeg maar. Ja. Dus ik had zoiets verwacht, maar ik dacht zoiets in mindere mate, want het is zakelijk en ik dacht kakkers. Dat, dus mijn vooroordeel was slecht. Ja. Ja. Weet je, maar toen ik daar, die sfeer was er goed in, goed georganiseerd, vechters namen het serieus, bedrijven namen het serieus. Ze deed sommigen voor goede doelen en zo. Nee, ik vond het echt, echt leuk. Goed georganiseerd. Dus kijk maar wat wij gezien hebben, wat wij daar meegemaakt hebben. Warrior Code is weer terug. En waar zijn we? Marinho Gordon voor de camera, Bonier achter de camera. We zijn hier in Amsterdam Zuid, Apollo Hall. Waar zijn we? Zuid als Business Boxing. Wat gaan we hier zien? Mooie partijen, het is nu al begonnen. Het is iets heel anders dan wat we gewend zijn. Heel anders dan Infusion, heel anders dan Glory. Dit zijn gewoon businessmensen die keihard hebben getraind om een keer een goede partij neer te zetten. Nou, Remy is er. Remy Bonjasky, Ilonka Elmond. Het zijn allemaal bekende vechters. Ik heb Jay Overmeer gezien. Dus we gaan even kijken wat het allemaal wordt hier bij de Business Boxing. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Zo, we zijn hier in de kleedkamer. We hebben net de eerste of tweede gevecht gehad. En what's your name? Alexei Budaev. Alexei Budaev just had a fight. Is it your first fight? First official fight, before I only had sparrings. And how did it went? Well, it was more difficult than I expected, to be honest. In my head, I was already playing all kinds of combinations, and in reality, you're just trying to push him once, twice, and then trying to keep your hands up. So it's way more complicated in reality. Yeah, everybody's underestimating boxing in the ring, and once you're in the ring, and the bell goes, you're on your own. Yeah, how did that feel? Yeah, suddenly like you feel like everything is empty, you're like floating. Yeah, you need to like really keep it together. Yeah. So tough, interesting challenge. I'm glad I went for this. Now I have to congratulate you. You did a good job, and you won your first fight. And you're gonna look at the other fighter. Luckily, my fight was second, so now I have a chance to take a shower and then enjoy and watch other people fight. Yeah. First, try to catch your breath again. Exactly. Yeah, I will. Okay. Have a nice day and have a nice evening and enjoy. Cheers. Thank you. We zijn hier met Frederik. Frederik. Ja, voor het eerst ook gevochten jij? Voor het eerst in mijn leven de ringen, ja, klopt. En hoe ging het? Ja, verloren, maar met opgeheven hoofd. Ik denk de eerste twee rondes lag ik voor. Ja, en de derde ronde ging de pijp gewoon leeg. En toen kreeg ik hem volgens mij één of twee keer goed erop. En
Ja, ik ging naar de vlakte en ik kon niet meer omhoog. Ik kon niet meer opstaan. Een einde gevecht. Oh, dat was jij. Jij was de allereerste partij. Oh ja, die heb ik inderdaad goed gezien. Ja, want de eerste twee rondes, die ging voortvarend aan de slag. Zag je veel hoge stoten geven. Dus, hij ging maar niet neer. Alsof ik tegen de muur aan. Ja, respect. Ik heb een paar keer er goed op. En ja, ik denk dat ik op conditie verloren heb. En het zij zo. Nou ja, je hebt in ieder geval in de ring gestaan als een echte bokser. Hoe voelde dat? Ja, fantastisch. De weg ernaartoe, 4 maanden afzien, 7 uur per week in de sportschool. Meer dan 10 kilo afgevallen. Ja, je hebt ook, maar ja, het mocht niet zo zijn. Oké, nou ja, het is wel al een hele prestatie. Hoe oud ben je? 40 word ik dit jaar. Oké, netjes. Ja, netjes. Nou ja, je zegt dat je voorbereiding, 4 maanden, waar heb je voorbereiding gedaan? Bij 2 sportscholen, 1 bij Sin City en 1 bij PT Boxing. En om de dag 2 uur sporten. En van 's ochtends vroeg en 's avonds laat. En dat 6 keer in de week, ja. En goed letten op je voeding? Ja, en vooral, ik heb een wijnwinkel, dus vooral geen alcohol drinken. Dat was eigenlijk de grootste opgave en dat is gelukt. Dus dat was al een overwinning op zich. En, jammer dat ik niet gewonnen heb, daar baal ik van. En nu gaan we een biertje drinken. Oké, wij zeggen altijd, wij zijn vooral voornamelijk van de kickboxwereld. Wij zeggen, zodra je de ring in hebt gestapt, dan heb je al een prestatie geleverd, heb je al gewonnen. Want je werkt ergens voor en je hebt je doel bereikt om je wedstrijd te volbrengen. En je staat er nog, gezond en wel. Dus dat is al een prestatie voor jou. Ja, absoluut, absoluut. Ik ben ook wel trots. Alleen, ik was nog iets trotser geweest als ik had gewonnen. Oké. En hoe ziet het nu eruit? Wat ga je nu doen? Stoppen meteen weer aan de wijn? Of, Nee, zeker aan de wijn. Vanavond sowieso. En morgen kijken hoe de hoofdpijn is. En volgens mij heb ik dinsdag om 9 uur weer een training. En dan gaan we even met de trainer analyseren. En volgens mij is 22 juni heb ik nog een sparpartij bij de andere school. En daar gaan we naartoe werken. En dan zien we het wel. Oké, nou netjes. Goed dat je dan nog eens doorgaat en het niet hierbij laat. Nou, wie weet zien we je ook nog eens een keer ergens weer een partijtje boksen. En ik zou zeggen, alsnog gefeliciteerd met je wedstrijd, ondanks je hebt verloren. Zo, we staan hier met Guillermo Valpoort. Guillermo Valpoort, a.k.a. de prins. Je denkt, ik ben vergeten. Ik ben niet vergeten. Oké. Voor wie ben je hier? Ja, ik ben hier voor heel Team Sin City. En een aantal vechters hebben we gehad. So, Alexi had the win today also. En a couple of fighters, ja. Oké. Heb je ze ook voorbereid, de weg hier naartoe? Gedeeltelijk wel. Eigenlijk de afgelopen maand vooral. Petsen, scherpte. Het is natuurlijk voor velen de eerste keer dat ze de ring instappen. Wat wil je ze bijbrengen de eerste keer? De eerste keer wat ik ze eigenlijk wil bijbrengen is dat ze vooral, toch ondanks die emotie en die energie van de mensen thuis of die kijken, weet je, of die hier zijn voor ze, dat ze toch rustig blijven en dat ze toch eigenlijk het kopje cool houden. Ja, man. Oké, het is iets heel anders dan een kickbox halen, maar vrij druk. Mensen hebben er zin in, zie ik. Hoeveel vechters begeleid je, hoeveel mensen zijn er die moeten vechten? Voor Sin City vandaag hebben we er volgens mij een stuk of 12, denk ik. Ja, 12-10. Ja, 12-10, ja man. Ja. En, maar wat is Sin City? Een boksschool, fitnessschool, sportschool? Wat voor sportschool is het? Sin City is eigenlijk een boksschool. En we geven daar les in onder andere BT, maar ook full body training, combinatie van boksen met full body workout en booty en abs. Ja man. Ja. Nou, wat kijk je nog het meest naar uit nu? Er zijn, even kijken, er zijn 2 dames. Sherilyn, naar haar kijk ik sowieso nog uit. Sherilyn. En Dunja heeft al gebost. Dunja heeft al gebost, dus dat is goed gegaan. En ik heb zometeen Bram, dus dat zijn eigenlijk nu wel de focusmensen. Oké. Nou, thanks. Ja. Nou, je noemde net al een naam, Dunja. Ja. Gaan we meteen naar Dunja. Ja, nou, bedankt. Dunja. Hier staan we. Waar zijn we? Je bent nog op adem aan het komen. Een beetje. Ja, weet je.
Hoe ging het? Goed. Ja, ik vond het leuk. Ik weet niet, het ging lekker. Ik luisterde naar een beetje wat uit die hoek kwam. En vooral genoten. Ja, inderdaad. Voor je wedstrijd waren we ook even hier. Je zag er heel ontspannen uit. Weinig zenuwen en zo. En dat heeft zich uitbetaald. Ja. Ik zei, je bleef maar naar voren gaan. Ja, zij ging steeds naar achter. Dus ik dacht... Ja, nee. In mijn training is het wel druk zetten. En als ze... Hoe zeg je dat? Gewoon proberen druk te blijven zetten. Midden van de ring houden. En als je iemand in de hoek hebt, afmaken. Ja, was het je eerste partij? Ja. Je eerste partij? Ja. Oké, want meestal... Ik heb vele vechters, ik heb zelf ook gevochten. En mijn eerste partij, dan moet je luisteren naar je coach. Maar ik luisterde nooit. Ik weet je, alles is een waas. Maar jij was goed aan het luisteren. Want soms zeiden ze van, ja, nu hoeken. En dan was jij ook echt aan het hoeken. Ja, ik denk dat ook dat ik zo rustig... Ik heb niet nagedacht, zeg maar. Ik heb echt een beetje geprobeerd te luisteren. Hebben we met sparren ook geoefend. En dat is het eigenlijk een beetje, denk ik. Ja, gewoon hij zei ook... Luister naar mij, ademhalen, dekking hoog. En voor de rest luisteren als wij. Zij zijn extra paar ogen, toch? Dus, Nou, netjes. Oké, en wat is nu het plan? Meteen stoppen en gaan eten en losgaan. Ja, ik ben jarig, dus... Nog gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? 22. 22? Oké. Ja, je hebt nog gewoon een carrière voor je. Hè? Ja, dus nu gezellig feesten. En met die belten... Dus je hebt jezelf een mooie verjaardagscadeau. Ik dacht, nu moet ik wel winnen. Oké, geniet nog verder van de avond. En nogmaals dubbel gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, we zijn hier in de kleedkamer van de Black Corner. Lotte, die is zich aan het klaarmaken voor de wedstrijd. Hier wordt gewoon muziek gedraaid. De sfeer zit er goed in. Kelvin Seder staat ook allemaal geconcentreerd om de overwinning te halen. Het is allemaal spannend, van bijna iedereen gewoon de eerste wedstrijd. Nou, zo ziet het er allemaal uit in de kleedkamer gewoon. Probeer je tegenstander goed voor te bereiden. Hier met? Anne Vedder, jij gaat zo de ring. Ja. Eerste keer. Spannend? Super zenuwachtig. Nou, het is al heel knap als je de ring instapt. Wij zeggen altijd, zodra je de ring instapt, heb je eigenlijk al een beetje gewonnen. Ja, ik zo. Hoe heb je je voorbereid? Ik heb bijna elke dag getraind. Dus ik heb me heel goed voorbereid. En vanaf januari heb ik ook bijna niks gedronken. Geen alcohol bedoel ik. Oké. Dus dat is echt sowieso al een hele verandering voor mij. Yeah. Dus ik kan niet beter voorbereid zijn, denk ik. Oké, dus je voelt je nu ook wat fitter? Geen alcohol in je lichaam? Precies. Goed getraind? Ja, wel. Na je wedstrijd neem ik aan. Na mijn wedstrijd, ja. Okay. Waar heb je je voorbereiding gedaan? Bij Sin City. En bij Laura heb ik voorbereiding gedaan. En dus boksen bij Sin City en kracht en conditie bij Laura. Oké, nou netjes. En waar werk je? Wat is het? Ik heb een sieradenbedrijf en dat heet Verder en Verder. Oké, meteen reclame. Verder en Verder. Verder en Verder, hele leuke sieraden. En waar zit die? In Zuid ook? Nee, dat zit in Oost. Oké. Dus het is gepersonaliseerde sieraden. Oké. 70 mensen werken daar. Nou, netjes. Oké, en wat weet je van je tegenstander? Niks. Niks? Nee, er valt echt niks te vinden over mijn tegenstander op internet. Oké, je weet wel hoe ze heet. Ik weet wel hoe ze heet, maar ik heb onderzoek gedaan, maar ik kon niks vinden. Dus, Nou ja, maar kijk. Het is alleen maar beter. Ik wilde net zeggen, het is alleen maar beter. Want anders ga je denken van, ze is heel goed of ze is heel slecht. Ja. En het is juist het omgekeerde. Ja, dus, ik zou zeggen... Je bent wel voor mij, hè? Ik ben sowieso voor jou. Ik ik moet je horen tijdens de wedstrijd. Dat je mijn naam zo kaart gaat roepen. Denk ik. Ja, ik ga dicht bij de ring komen en dan ga ik je naam schreeuwen. Wat was je naam ook alweer? Anne. Ja, ik ben heel slecht in namen, sowieso. Als je je naam zegt, dan binnen 2 seconden ben ik vergeten. Ja. Maar ik ben gewoon heel slecht, hoor, met namen. Dus maar nu... Nee, je moet niet persoonlijk opvallen. Maar nu weet ik wie je bent. Anne, ik ga schreeuwen. Anne, hoe heet je van je achternaam? Verder. Zie, ik was het weer vergeten. Je had het al gezegd, hè? Bizar dit, hè? Okay. Nou, we gaan Anne verder succes wensen. En zet hem op. Ik sta nu met 2 dames. Hoe heet jullie? Terry, Romy. Wat vinden jullie hiervan? Ja, helemaal geweldig. Het is echt heel leuk. Ja. Eerder naar een bokswedstrijd geweest? Nee, eerste keer. Ja. Oh, oké. En met wie zijn dat? Zijn dat jullie mannen? Want ze renden meteen weg. Nee, dat is mijn broer. Oh, je broer. Ja. Oké. En voor wie zijn jullie hier ook? We zijn voor Ryan. Ryan heet volgens mij. Ryan? Ja. Oh, die, met die aan het winnen is? Ja, natuurlijk. Oké. Ja, okay. Nou, geniet ze nog verder, hè. Dankjewel. Amen.
Nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jullie zien het, hè? Zuidas Business Boxing. Van alle markten thuis. Het is ten einde. Zuidas Business Boxing. Ik ben hier met Killer Queen Ilonka Elmond. Ilonka, hoe gaat het? Gaat lekker, heel lekker. En ik ben natuurlijk met de Flying Gentleman, Remy Bonjasky. Remy, hoe is het? Bij mij gaat het heel goed, dankjewel. Ja, wat de mensen thuis niet weten, hier staat gewoon eigenlijk geen Zuidas, maar Zuidoost. He, opgegroeid alle drie in Zuidoost. Ja. Maar nu zijn we bij de Zuidas. Hoe ging het deze avond? Nou, het was een leuke avond, vooral veel entertainment. De wedstrijden die er waren, ja, je kan er niet heel veel over zeggen, want de mensen zijn 4 maanden bezig. Maar desalniettemin hebben ze echt wel hun best gedaan en tijdens de wedstrijden viel het me ook op dat er een aantal erbij zaten waarvan ik dacht van zo, als hij nog een x-aantal maanden doortrainen, kan het echt wel wat worden. Oké, dus ze namen het ook echt serieus? Ze namen het zeker serieus en ik denk dat sommigen gewoon door moeten blijven gaan, vooral met sporten. En sommigen gaven me al aan tijdens de weging van dat ze maanden niet gerookt hadden, maanden niet gedronken hadden. Misschien moeten ze daarmee doorgaan. Niet meer drinken, niet meer roken. Oké. En Ilonka, jij was jurylid? Ja. Was dat moeilijk jureren? Nou, over het algemeen niet, maar er waren toch een aantal partijen waar het echt gelijk op ging. En dan moest ik wel even goed kijken wie de winnaar werd, ja. Ik zag een paar heftige damespartijen ook. Ja, ja. Wat vond je daarvan? Want jij bent natuurlijk, jij kijkt natuurlijk met speciaal oog naar de dames, onze killer queen. Ja, absoluut. Er was één dame ertussen die schitterde echt erbovenuit. Dat was die Dunia. En die begon echt, die had een mooie partij neergezet, ja, zeker. Ja. Ik wilde net zeggen die Dunia, want die Dunia had ik ook wat vragen gesteld voor haar wedstrijd. Ze was heel ontspannen, ze zei ja, nee, ik ga zeker winnen. En ze ging ook als een beest een keer in de ring. Ja, precies. En vuur, er zat vooral veel temperament in en dat vond ik leuk, weet je. Want als je naar dit soort partijen kijkt, dan later op zeg maar wanneer die partijen professioneler worden, dan nemen ze het wat rustiger aan. En juist was er vanavond veel vuur, veel passie, veel entertainment zoals Remy ook zei. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, eerlijk gezegd. Oké, ja, ik zag ze ook allemaal losgaan boven in de hal, maar veel losgaan met bier. En ik zag de Moët-flessen heen en weer gaan, ik zag champagneflessen. Ik zag veel entertainment, inderdaad. Wat vond je daarvan? Nou ja, kijk, mannen moeten ook zijn geld verdienen. Dus als er heel veel van die champagneflessen heen en weer gaan, dan zal hij zeker veel geld aan verdienen. En terecht, want hij organiseert het ook en hij organiseert het heel leuk. Dus wat dat betreft moet het ook gewoon gebeuren, er moet gewoon geld in het laadje komen. Dus ik zou zeggen, ja, voor Menno, blijven drinken. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het eigenlijk een totaal ander concept dan dat we gewend zijn van het vechtsporten. En voor de amateurs, de mensen die het een keertje proberen, is dit eigenlijk best wel leuk. En het gebeurt op een verantwoorde manier. Weet je, en als je bijvoorbeeld sporten en entertainment bij elkaar zet, ja, dat ligt toch dicht bij elkaar. Dus heel mooi. Oké, ik zag hier die euro's die vlogen alle kanten op. En de vraag is altijd, Remy of Ilonka, zullen we jullie ooit nog eens een keer terugzien in de ring? Ik begin bij... Oh my god. Het wordt me vaak gevraagd. Ja, god moet ik zeggen. Maybe if the money is right, I'm gonna fight. Maar ze laat nog een opening over. Ze laat nog een opening over. Nee, maar als er een opening is, is er een opening. Bij mij is het gewoon... Absoluut niet meer. Kruiwagen vol, niet meer. 10 kruiwagens vol, niet meer. Ik kom niet meer. Maar ik hoor dat Ilonka nog wel een opening hebt. Dus promoters, als je nog een plekje hebt, als je nog een zwarte sok hebt met geld, there is your girl. Sowieso. Een kruiwagen met geld, maar die hebben geen kruiwagen. Maar sowieso, ik zie dat je vaak wordt, of tenminste, je geeft wat seminars in het buitenland. Ja. En ik zie ook op Insta dat ze in Amerika ook je combinaties aan het doen zijn. Wat vind je daarvan? Eigenlijk vind ik het hartstikke leuk, want uiteindelijk is het de stijl die ik vecht. En ook de stijl die ik promoot. Dat is de Corbin All-Style van Fighting Factory. Corbin. En het is heel leuk dat we het op die manier kunnen promoten. En weet je, die Amerikanen die houden van sport. En ze houden van om de sport te promoten. Wanneer ze iemand leuk vinden of een sportheld hebben, dan houden ze daaraan vast. En dat is wel fijn, weet je. Nou, we gaan een einde aan breien. We willen allemaal naar huis natuurlijk. Was dit voor herhaling vatbaar? Zeker weten. Dit is de derde editie. En ik kijk er echt naar uit dat de volgende editie ook net zo leuk, net zo gezellig en net zo spectaculair wordt. Nou, Ilonka, bedankt. En we zien je snel weer. Misschien in de ring. Seminars. Remy, jij ook bedankt. Ja, geen dank. En mensen, subscribe. Volg Warrior Code. Je weet het. Ai.
Ja, een filmpje toch? Gezellig. Was gezellig, dan hebben jullie het ook kunnen zien. Ja. En Marinha was daar weer met Mounir. Met Mounir, en de camera. Lekker, ja, lekker gefilmd. Ja, was en ik heb het geëdit. Ja. En dat is leuk toch? Ja. Dus is voor volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Maar het is gewoon elk jaar is het? Elk jaar heeft hij nu, 3 keer achter elkaar heeft hij nu gedaan. Ja? Oh, ja, okay. Er zat wel volgens mij een gat tussen door corona. Corona, ja. Maar ja, die Menno doet goed. Oké, okay. Leuk. Ja. Hoe heet die Menno? Menno Dijkstra. Oh, Dijkstra. Zijn oud-vechter. Oh, oké. Ja. Okay. Leuke partijen, goede knokker ook. Ja. Serieus genomen, goed met scheidsrechters en zo. Ja. Dat is een goede scheidsrechter. Acne. Youssef Acne was ook scheidsrechter. Dus, ja, dat is leuk. Heel netjes, heel netjes. We hebben echt genoten. Ja. Ja. We gaan even verder. Volgende. We zagen het bericht langskomen van Nagano. Oh ja, hè? Bij PFL. PFL. Zullen ze dik betalen, PFL? Ze moeten dik betalen. Ja, hè? Oh, als hij al bij dingen bij UFC zegt van, hey, je moet hem nog dikker betalen. Anders ga ik weg. Dan heeft hij gezocht. En hij heeft gesproken met allerlei verschillende partijen. Ik heb ook gezien dat hij bij ONE FC ook gesproken had. Mm. Maar weet je, het is, kijk. Stel je voor, Nagano zou naar ONE FC gaan. Ja. Tegen wie moet hij dan gaan vechten? Ja, dat, ja. Die gasten die daar aan het knokken zijn, er was maar één... Ik heb zijn naam kwijt, een of andere Russische gozer, of in ieder geval een Russische naam heeft hij. Die slaat ze wel alle kanten op daar zo. Maar hij zou niet redden tegen Nagano. Nee. Denk ik. Dus maar wie, wie zit bij PFL? Ja, dat is ook mijn vraag. Ik heb niet direct een hele lijst waarvan ik zeg, zo, dat wordt een, wordt een dit, of hij moet tegen die. Of, ik heb niet echt een lijst nu in mijn hoofd. Weet je, van het zo geweldige zwaargewichten die ze hebben. Ja. Dus ik ben benieuwd. Maar ja, ze moeten hem goed betaald hebben. Anders gaat hij niet. Ja. Of hij moet in elk geval een leuk contract hebben. Kijk, ik weet of hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Nee. Dat, kijk, misschien heeft hij zelf vanuit UFC bepaalde namen of zo. Dat er straks meer gaan volgen. Hoe bedoel je? Kijk. Ik noem wat. Wie weet is Nagano nu de eerste. Ja. Heeft hij al tegen Cyril Gane getipt van PFL. Misschien horen we over een halfjaartje. Cyril Gane ook daar naartoe. Heeft hij tegen Jones gezegd. John Jones van wat doe je daar nog? Vaker. Net als hoe Kluivert, Zeedorf, die de boertjes gingen kraken. Ja, toch? Want hij wilde levenslang bij Ajax blijven, toch? Ja, toen zijn zij weggegaan. Toen zijn ze wel een echte doekoe gaan verdienen. Wat Ajax niet wilde betalen. Zo denk ik misschien, je weet niet. Wat de toekomst, de Gaan is misschien de eerste, maar je weet niet wie het allemaal kunnen, komt. Ja, en dat ze het daarom om hem heen gaan bouwen. Het zou heel mooi zijn als je daar een betere divisie hebt. Dat je over misschien 3-4 jaar niet meer over UFC praat, maar PFL. Ja, dat kan, ja. Ja, er moet een concurrent komen, toch? Ja. Dat is alleen maar gezond. Ja, maar dat is alleen maar gezond. Iedere organisatie moet een concurrent komen. Dan gaan ze dit doen. Ze willen elkaar het nog beter maken, nog spectaculairder, weet je. Dus wat dat betreft, ik ben blij dat gebeurt. Want niet alleen hij gaat daar, maar Cedric Doumbé ook. Dus dat bericht zag ik langskomen. Oh ja, hè? Ook naar PFL. Dus ja, ze zullen wel wat goed doen daar. Ja, maar misschien starten ze met die namen en dan... Kom het straks, weet je, op die hele dat zou kerstboom. Mooi zijn, het zou mooi zijn, ja. Daardoor komt in mijn ogen wel een beetje Bellator, een beetje, een soort van weg. Derde plaats, zou ik zeggen. Ja, een vergeten... Ja, want als zij doorgaan met dat soort namen er naartoe te halen, dan in mijn ogen was het echt, als het om MMA gaat, UFC bovenaan. Bellator eronder en dan heb je zo'n... Hele grote groep van allerlei verschillende promotors, maar wat ik wel fijn vind is dat Videoland wel weer Bellator uitzet. Ja, dat is ik wel heb wel gekeken. Ja, wat vond je ervan? Ik heb niet gekeken, man. Ik heb gekeken. Was ik vrijdag? 3 Nederlanders moesten vechten. Ja. Denise Kiehols moest vechten. Nou, die heeft het goed gedaan. Ja. Die heeft het goed gedaan en dan moest Musashi? Stevenis en Musashi. Oh ja. Die hebben, alle twee hebben verloren, die twee mannen. Ja? Alleen Denise heeft gewonnen. Maar zij blijft het ook wel goed doen, hè? Ja. Het is jammer dat ze die kampioenschap niet won, zeg maar. Ja, en ze heeft wel gezegd van, ik ga voor de kampioenschap. Ja?
Ja. Ik denk dat die laatste run nog lastig wordt. Ja. Hoe oud is zij nu, weet je dat? Weet ik niet. Ik denk dat ze 3,34 is. Oké. Ja. Die laatste run wordt lastig voor haar. Ja. Ja. Want je wil heel graag, maar op een of andere manier, ja, die meiden worden ook niet slechter, hè? Nee. Die meiden zijn ook gewoon goed. En op een gegeven moment zit je op je... Kijk, ze is natuurlijk top. Ja, maar zij zit straks op haar top. Top. En die andere meiden zijn nog aan het groeien. En op je... Die 5, 26 jaar zijn, die kunnen nog groeien. En zij zit straks op haar top. En dan wordt het niet... Dan gaat ze over de... Ja, wat ze zeggen, over de heel. Ja. Ja, dat zou zonde zijn. Zonde want ze, zijn, ja, ja. Ze is een topvechter. Ja. Die, en ja, ze, jammer van... Van Steven is, weet je, Stenis is iets jammer van. Ja, ik had het. Castello. Vrijdag had ik niet gezien. Dat was jammer, man. Ja? Ja, ik wil niet zeggen hij had weinig in te brengen, maar niet genoeg in te brengen tegen Lima. Mm. Lima is op dit moment nog een next level voor hem. Ja. Lima heeft gewoon alles al gehad, weet je. Hij vocht gewoon safe, Lima. Mm. Hij vocht gewoon safe. Ja. Ja. Maar het is wel goed dat Videoland dat doet, man. Ja, Videoland, ik ben heel blij dat Videoland het doet. Heel blij. Ja. Want normaal kon ik het niet vinden of je moest op YouTube kijken. Of... En het kastje is ook altijd zoeken. Ja. Het geheime kastje van het geheime kastje wat je in die steeg hebt gekocht. Gegard, ik sprak Bert Kops, sprak ik bij... Waarom best veel bekende, hè? Ja, dat, heel veel bekende waren daar trouwens. Ja, ja. Ja. Maar ik sprak Bertje Kops daar. En hij zei ook van, ja, Remy, ik weet het niet. Misschien had hij niet moeten vechten. Hij was geblesseerd. Zat er niet in. Weet ik wat allemaal. Mm. Ja. Je zag ook hoe hij vocht. Hij vocht niet als de Gegard Mousasi die we kennen. Ja, en dat was erg teleurstellend, hoor. Ja? Ja, vond het erg teleurstellend. Ja, wanneer was... Ja, want hij had ook... Tenminste, ik heb misschien lang niet gezien. Vrijdag was het. Nee, maar wanneer had hij daarvoor voor het laatst gevochten? Oh, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ja, het was wel zonde. Maar goed. Want hij is ook echt goeie gewoon. Hij is gewoon, Hij is fucking goed. Hij is een van de... Hij is een van de vechters, in mijn ogen, die zo goed is, maar hij blijft ondergewaardeerd. Ja, ondergewaardeerd. Ja. Maar hoe komt dat, hè? Ik weet het niet, man. Ik denk nog steeds... Zijn eigen... Ik denk nog steeds, hij wordt nu goed betaald. Ja. Alleen, zijn bekendheid is niet heel groot. Ik denk dat als hij bij UFC zat, toen wilden ze volgens mij niet heel veel betalen. Ja. Maar ik denk dat als hij daar zat, was hij naam veel groter geweest. Ja. Want hij is echt goed. Hè. Ja. En lang goed. Je wil hem meten met andere goeien. Ja. Weet je, van die middleweight jongens, weet je. Ja. Je wil hem meten met andere jongens, om te kijken hoe goed hij is. Ja, ja. Zijn hoogste potentie wil je eruit halen. En dat, ja. Ach ja, ja. Zijn keuzes. Ja. Maar goed, even kijken. We hebben alles zo'n beetje gehad. Dan gaan we even door naar de Glory. Ja, volgende week. Volgende week? Is dat volgende week? Hoe is het vandaag? Is het wel 17? Of zo? Ja, aankomend weekend. Aankomend weekend hebben we een paar vechters vechten bij... Almere Finest. Almere Finest. Ja. En het week daarna is Glory. Ja, dat is anderhalf week. Ja, anderhalf week. Ja. Glory. Ja, en dan ben ik benieuwd. Chick Moussa. Chick Moussa tegen Patch. Je hebt Chick Moussa gesproken, hè? Bij, ik heb nog niet gekeken. Je moet hem kijken, hij is leuk. Ik had alleen dat stukje gezien van Mimoun. Mohamin. Ja, Mohamin. Ja. Mohamin. Die zei dat hij Tavares. Ja, dat stukje. Hey, hij is wel scherp met zijn woorden, hoor. Hey, ja, ik hou van dat soort gasten, hoor. Ja. Die gewoon die scherp zijn praten, en durven te praten. Ja. Weet je wat ook met die Chick Moussa was? Manier, we zitten gewoon aan tafel. Ja, dat stuk heb ik ook gezien. Oh, mijn god. Ik denk, maar hij maakt een geintje. Maar wat moest hij? Hij nam pilletjes om te plassen of zo? Weet ik veel. Hij moest plassen in één keer. Ja. Maar ik denk dat hij nog een kilootje af moest vallen of wat dan ook. Ja, en dat hij plaspillen had gehad. Ja, en dat hij moest plassen. Maar wanneer hij volgende week pas vechten? Ja, maar ja, je wil wel op tijd op gewicht zijn. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we aan het praten, zegt hij, sorry, can I ask one question? Wat is er aan de hand? Yeah. I have to go to the bathroom. Boy, deze kill. Yeah. Midden in de uitzending. Oh, ga. Ja, maar goed, weet je, kijk, dat kan gebeuren. Dat was wel grappig. Ja. Dus, maar nu stapt ook Tavares erin. Diezelfde kaart. Wat vind je ervan?
Mourinho gaat los. Het is gewoon onduidelijk. Is gewoon, ja. Weet je, je moet gewoon te varen. Fuck, wat is er? Ja. Je kan me niet zeggen, hey, je lease en nu vecht je. Nee. Nou, kijk, in principe, het zou kunnen. Maar wat had hij? Iets als een lease of zo, toch? Ja, toch. Oh was ja, als een lease, ja. Was het geen lease? Ja. Of een virus? Ja, een virus? Ja, maar... Of kom ik in de lease? Ja, nee, dat was iets van een lease. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, nee, nee, man. Je kan niet... Ja. Maar het is Tavares en Glory. Hun ja. Beide. Ja. Weet je? Je kan niet twee dagen... toernooi gaat niet door. Daarna... Geen, weet ik veel, melding, geen straf, geen sanctie, niks. Ja. Je komt gewoon op die volgende kaart. Je moet elke keer dat, zie je, dat ze je straks aan boord komen. Ze gaan me weigeren met Glory. Ja, want, ja je hebt een te grote mond. Ja, ja, ja. Dinges gaat je weigeren daar. ik noem de naam niet, maar ze gaat je weigeren. Ja, nee. Ze gaat zeggen van, je praat slecht over. We hebben dezelfde, we zeggen, we hebben dezelfde interesses. Ja. Koek. Ja, nee, maar het kan toch niet. Het is een beetje, maar ook tegenover die andere vechters. Ja. Daar staat het er ook, weet je. En ze hebben al een beef. Ja. Het is alleen maar meer stof. Want wat me opviel natuurlijk, hij viel weg. Nee, wacht even, hij kwam erin. Zeg nou. Hamisha eruit. Ja, maar dat is ook zo raar, ja. Hamisha, wat is er met Hamisha, was geblesseerd. Was hij geblesseerd? Ik hoor dat hij geblesseerd was. Oké. Okay. Hij, dat zijn gasten naar wie mensen uitkijken, man, Hamisha. Hey, hij moet niet straks een soort robber worden, Hamisha. Ja, als hij ja. Is te lang naar hem kijkt, is hij gewoon geblesseerd. Ja. Weet je? Hey, want daar klaarden ze wel, hoor, op die leven gewoon. Hoor. Klaarden ze het even. Gewoon die panna's eigenlijk. En als hij terugkomt, ja. En die hele kaart is, of die hele kaart, die hele divisie is klaar. Ja. Ze zouden daar gewoon die 8-maans toernooi van moeten maken. Maar dat hebben we vorige keer al gezegd. Maar ik denk dat ze echt genoeg jongens hebben. Hey, dit, ja, man. Waardoor ze gewoon zeggen van luister, elk jaar hebben we 8-maans toernooi. Ja, man. Jullie vechten voor een 2,5, weet je? Ja. En die gewicht, hoe het er nu naar uitziet, ik weet het. Lijkt het of er nog een paar wel gaan aankomen. Ook. Ja, ik denk het wel. Weet je, sowieso. Ik denk dat hier nog een paar aan gaan komen die die jongens heel moeilijk kunnen maken. Ja. Want je hebt nu Chick Moussa tegen Patch. Ja. Oh nee, maar dat is die andere divisie. Ja, dat is lichter. Dit is 65. Ja. Wat heb je in die divisie? Oh ja, nee. Semeleer tegen Overmeer. Ja. Dat is die volgende. Ja. Yeah. Nee, kijk, daartussen komt nog Tijanissen. Die 70 kilo. Nee, maar ik bedoel... Je 65, daar komt 70. Ja, nee, maar ik bedoel van Hamisha. Ja, dat is die 77. Dat is 77. En daar gaan nu Semeleer en... Overmeer, ja. Tegen elkaar, ja. Dus dat, ja. En ik zeg je eerlijk, man. Bij zowel Semeleer als Overmeer, ik weet niet of hun zomaar van Hamisha winnen. Nee, sowieso niet zomaar. Nee, sowieso niet zomaar. Sowieso niet zomaar. Dus, nee, man. Maar daarom, dat van Hamisha vind ik ook zo. Maar denk je dat Glory gewoon meer naar buiten moet brengen voor alle vechters die niet vechten wat er is gebeurd. Of gewoon nieuws. Ja. Ze posten de hele dag van filmpjes. Ze zouden iets meer duidelijkheid moeten verschaffen. Ja. Iets meer duidelijkheid vanuit de organisatie. En desnoods zeggen ze het tegelijk, weet je. Kijk, als er iets met Tavares is en Glory wil naar buiten brengen. Of welke volgorde dan ook. Dat ze tegelijk samen een statement maken die door de beugel kan. Ja. Maar vaak is het stil. Stil. Kop in het zand. Ja. En dan gaat iedereen speculeren. Ja. En dan op de volgende kaart staat hij. Ja. Want ik denk ook niet. Ik denk dat het ook. Oh, kijk, Tavares. Wel een toffe gozer. Ja. Toffe gozer. Hij vocht ook goed. Weet je. Kampioen. Weet bij je, Infusion. Dat, ja. En dan is het zonde. Want nu. Het lijkt net. Of de fans niet echt meer voor Tavares gaan zijn. Omdat je, weet je, je gaat een beetje op zijn. Ja, je gaat ja. een beetje denken van... Weet je... Ja, je gaat nog net niet zeggen van heb je hem weer. Weet want je? Bij het toernooi... Bij het toernooi dacht je... Hey, Tavares, gaat weg. Ja. Maar nu denk je... Het appt gauw weg, hoor. Ja, maar, ja zoals het nu. Het appt gauw weg. Want nu denk je... Oh, Tavares vecht nu wel. Zal hij wel weer vechten? Ja, gaat hij wel vechten. Hij gaat wel weer eruit of zo. Oh, en tegen wie? Hoor? Vecht hij tegen hem? Ja, wie is dat? Hij flaf... Ik heb nog niet gezien, ik heb nog niet de tegenstander even kunnen analyseren. Ja. Maar als ik het zo op de kaart zie, ik weet niet waarom, denk ik van, we hebben weer een flap erop gevonden. Ja. Want het is zonde voor hem. Ja.
Ja, vind ik ook. De volgende. Waar het ook een beetje onduidelijk is. Levi. Levi Richters. Ja. Wat vind je daarvan? Moet hij ook zo'n statement naar buiten brengen van jongens, dit is er aan de hand. Er is een interview van hem op YouTube. Ja. ik zag een klein stukje. Dat hij zegt van oké, hij is nu weer bezig. Hij heeft wel altijd getraind, zegt hij. Hij heeft altijd getraind. Ja. Alleen niet zo heel hard. Dus je hebt trainen en trainen. Ja. Maar hij zegt, hij traint nu wel weer hard. Om terug te komen. En ook bij Glory. Want we lazen ook speculatie van Infusion. Maar het is wel bij Glory. Dus hij traint nu ook echt weer voor om bij Glory. Wat ik heb begrepen. Maar hij heeft een zwaar jaar gehad. Ja. In verband met die tweeling. Maar er is toch niks aan de hand met die tweeling, of wel? Precies het eerste wat ik dacht. Ik dacht, is er wat met die tweeling? Ja. Maar er is niks met die tweeling. Maar dus er is niks aan de hand? Nee, nee. Hij heeft gewoon 2 kinderen. Ja. Ja, maar het was zwaar. In de nacht opstaan of zo. Come on. Ja, nee, ja. Dat zegt hij in die interview. Want ik zit me meteen af te vragen. Wat is dan zwaar? Ja, maar misschien moet hij in de nacht opstaan. Ja, maar kijk. Hè? Met hand op mijn hart. Ze willen gewoon dat ze gezond zijn. Weet je? Dat is het belangrijkste. Ja. Maar als ze gewoon gezond zijn en af en toe huilen, dan kan je toch gewoon gaan trainen. Ja, ik denk niet dat je struggle moet zijn. Als dat je struggle is? Als dat het ergste is wat er aan de hand is? Wauw. Ja. Kom op. Ja, nee, klopt. Dan kan hij niet in sommige huizen komen. Hé. Hey. Waar er geen geld is, waar er geen kreten is, weet ik veel wat allemaal. Ja, weet je? Ja, ja. Als dat je niet, weet je, dat je al afbrokkelt. Ja, ja. Toch? Ja, nee, je hebt gelijk, weet je. Ja, kijk, je, maar dat is het, hè. Kijk, duidelijkheid, dat zegt meer. Ja. Duidelijkheid zegt meer. Ja. Weet je, ik moet het goed, ja, nee, maar dat was het. Want hij zei, had een zwaar jaar. Ook, weet je, het was zwaarder, weet je, met die 2 kids was zwaarder dan dat hij had verwacht. Zijn gevecht tegen Ozaro was niet goed gegaan, niet volgens tevredenheid van hem en zo. En dat wist hij zelf ook. Dus dat vond hij daar niet mee. En hij noemde nog iets. Ja, zijn blessure. Hij kreeg toen ook een blessure met zijn hand of zo. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Weet je, dus... Maar ja, weet je, als je het zo hoort, dat is life of a fighter. Ja, weet je, blessure. Blessures. Hoort erbij, dat loopt parallel. Dat loopt parallel. Dat loopt parallel aan een topsporter. Ja. Ook al ben je de beste, soms krijg je een pakkie. dan moet je op gaan staan. Hoe kom je daaruit? Dat soort zaken, ja. Ja. Daar is hij nog niet eens. Weet je, dus dat heeft hij nog niet eens meegemaakt. Nee. En, dus hij gaat nog zwaar krijgen. Ja, hij gaat nog zwaar krijgen. Ik denk, kijk. Mentaal. Ja, ja. Want ik denk, maakt niet uit tegen wie hij moet terugkomen. En ik denk, als de sterven, hij zou gematcht worden tegen Ozaro. Ozaro nu is een andere Ozaro. Is geen Ozaro van 3 jaar terug. Nee man, is een... Deze is naar Nigeria gegaan, nee. Heeft daar zo'n voodoo ding gedaan. Is hij Nigeriaans? Hij is toch Nigeriaan? Ik weet niet. Of kom je ergens anders vandaan? Ik zeg het nu wel. Ja. Jawel, hij is groen-wit, toch? Ja, groen-wit is Nigeriaans, maar... Ik kan bijna mijn vinger eraf halen. Oh, oké, maar je gaat het in de comments, in de dingen ga je het zetten. Ja, en je gaat editen. Ja, nee, maar Ozaro is een andere Ozaro. Ja, man. Ozaro had geen baby's die wakker werden. Nee. Ozaro werd door zijn vader en moeder wakker gemaakt van, hé, Brana Junta. Eruit. Ja, nee, maar... Nee, kijk, het zou wel leuk zijn als hij echt terugkomt. Gewoon echt terug. Van gewoon vechten. Graag. Regelmatig. Ja, weet graag. Je, zwaar gewicht. En dan hoop ik dat hij echt regelmatig weer gaat vechten. Ja, regelmatig. Ja. Want om hem weer op dat niveau te krijgen en tempo te kunnen draaien, heb je dat gewoon nodig. Ja, en als hij dat niet doet, ja, dan zou ik het echt zonde vinden van het talent. Ja. Want hij tegen hey. Oh ja, nog iets, weet je. Dus dat stuk in dat stukje van Levi, toch? Ja. Dan zie je dat hij een
Vertellen ze dat hij een toernooi aan het vechten was, dat hij dat toernooi had gewonnen. Dus ik dacht nog, toen je zei, want jij zei toch van ja, hij had het toernooi gewonnen. Dus ik zeg tegen jou, Levi, je hebt het toernooi gewonnen. Ja. Ja, toen zei hij, ja, hij heeft het toernooi gewonnen. Ik zeg, ja, bij Glory. Ja. Toen zei hij tegen me van, laten we verder gaan, want hij heeft het toernooi gewonnen. Dus ik dacht bij mezelf, hey, ik ga je niet kraken, want Levi heeft nooit het toernooi gewonnen. Toen zag ik ineens van, oh ja, dat toernooi had hij gevochten. Maar ik had het ook in het scherm gezet vorige keer. Heel kort. Ja? Ik misschien maar 1 seconde zo. Tap, kwam het beeld en dan weer eruit. Nee, je had iets anders gezet. Had... Nee, dat was het toernooi. Ja, maar je had een soort uitlagen iets gezegd, heel kort. Nou, dan zie je toch dat hij 2 keer gevochten heeft op 1 dag. Oh, oké. Ja, ik zag dat ding even van binnen een seconde. Ik had nog teruggespoeld. Ik zie het weer binnen een seconde. Je kan het ook pauze doen. Ik zeg, wat zit? Dat is het. Ja, dan kan je rustig lezen. Ja. Nood mis. Ah. Dan kan je rustig lezen. Nood. Ja. Ja, nood. Ja. Nee, maar toen kon ik me toen... Dacht ik, oh, I know, ja, het toernooi gevonden. Ik had het erin gezet, maar maakt niet uit. Ja. Dus, nee, maar Levi moet aan de bak. Hij man, moet echt aan benieuwd de bak. Hoe hij hopen dat hij heel goed terugkomt. Ja. En dat hij gewoon weer potten kan breken. Want ja, het is een groot talent op dit moment. Ja. Maar het moet nog ontwikkeld worden tot een gevestigde orde. Want ja, hij zei van, ik wil voor mijn 28 of zo. Ja. Wil hij, of 27, weet niet precies. Ja. Wil hij gewoon kampioen worden. Ja. Dan moet hij met Job gaan zitten. Ja, maar ja, ik wilde net zeggen, maar groot talent. Kijk, als hij nu gaat komen, gaan mensen hem nog zien als een talent? Groot talent? Nee, ja, dan blijft hij het talent. Ja. Of de man met heel veel potentie. Ja, maar alleen dat moet ontwikkeld worden. En als je niks doet, of niks kan, dan gaat het niet worden. Ja. Okay, daarmee gaan we afsluiten. Dat was het weer. We hebben onze meningen weer verkondigd en verspreid. Ja. Laat je comments achter. Blijf ons liken, blijf ons volgen. Zodat we dit kunnen blijven maken, kunnen blijven praten. Marinho. Oes.